Ja, vandaag de traditionele bazaar hier in Wijkenstein, te Wijk en Aalburg. Wat staat er allemaal op het programma vandaag? Nou, inderdaad, bazaar locatie Wijkenstein bij Zorgplein Maaswaarde doen we jaarlijks. En nou, dan proberen we wat extra geld bij elkaar te krijgen voor extra activiteiten van de cliënten. Dus denk aan een keer een circus laten komen of een uitstapje naar de Beekse Bergen, wat van het jaar geweest is. We hebben wat dingetjes te doen. En we hebben wat zaken te koop. Er zijn cadeauartikelen, er zijn bloemen te koop. Je kunt hier appelflappen kopen. Maar we hebben ook leuke spelletjes te doen. Er kan ringen gegooid worden om een flesje wijn te winnen. Je kunt ballonnen prikken. Er zit een kar met zeg maar 100 ballonnen eraan. Dan kun je er een van kapot prikken. En dan zitten briefjes in. En staat er een kruisje op, mag je een prijsje uitzoeken. We hebben bloemen te koop. Tweedehands boeken te koop. En heel belangrijk, het Rad van Avontuur. Dat is eigenlijk het elk jaar terugkerende happening bij de bazaar. En dat is het plaatsnamenspel. Er worden bordjes verkocht met de plaatsnamen uit de omgeving. Dus zeg maar Babyloniënbroek, Veen, nou, alle plaatsnamen. Als ze verkocht zijn, dan zijn er 30 stuks. Dan draai ik aan het Rad van Avontuur en valt die op Genderen. Dan heeft Genderen een taart of een rollade gewonnen of zo. En hoeveel bezoekers hoop je hier vandaag te krijgen? Ja, ik hoop natuurlijk zoveel mogelijk. Het weer begint op te klaren. Het zonnetje komt er een beetje door. Dus ja, meestal hebben we toch altijd wel tussen de 100 en de 200 bezoekers. Dus daar hoop ik nu vandaag ook weer op. Ja. En het is natuurlijk voor de bewoners ook hartstikke gezellig. Uiteraard. We doen het ook voor de bewoners. Die hebben hier een beleving aan. Maar uiteraard, om wat centjes binnen te krijgen, hopen we ook de mensen van buitenaf hier te krijgen. En heel belangrijk, moet ik toch zeker even zeggen, de middenstanders uit de omgeving, die zijn ons ook altijd heel erg welgestemd.